Hele goeiedag mensen, welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan verder in Japan, ronde nummer 17 van het kampioenschap en aflevering 39. Als je de vorige aflevering in Rusland gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken voor dat je het gezien. En ben je nieuw op dit kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 zien? Druk dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op, aanzet je geen enkele video meer van mij mist. Ja, we gaan dus verder in Japan. Allereerst, super bedankt voor de 60 abonnees. Dit had ik niet kunnen dromen. Ongelooflijk dit. De 70 die komt nu steeds dichterbij. Dus ben je hier nu op dit kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen zien van F1 2019? Ram dan genoeg de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op alles aan zodat je geen enkele video meer van me mist. Helaas is een update gefaald. We hebben wel de rear downforce, maar de power compound is er dus niet. Japan, de baan moet ons niet zo goed liggen, want er zijn veel bochten. Dus ik ben benieuwd en we gaan gewoon zien wat we gaan doen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Japan. Welcome to the only figure of eight track on the F1 calendar. We're here at Suzuka for qualifying today ahead of the Japanese Grand Prix. So then, Ant, it's another Grand Prix weekend, another exciting qualifying session ahead of us. What are you going to be looking out for over the next few minutes? The first question is going to be who can avoid making mistakes. There isn't much margin for error in qualifying, and you have to bear in mind that the track conditions may have changed since practice, particularly as we've had a few support races in the meantime. If the brake bias settings, for example, don't take this into account, it's extremely easy to lock up a front wheel and cause a flat spot. Just like that, your lap's ruined and you've wasted a set of tires to boot. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij onze eigen auto voor de kwalificatie hier voor de Grote Prijs van Japan. Zoals ik net al zei, de baan moet ons niet zo goed liggen vanwege vooral sector 3 en sector 1. Want dat is echt veel bochtenwerk. Sector 2 is wel goed. Wat lange rechte stukken zitten daar ook. Maar in sector 3 kunnen we onze tijd daar pakken en verliezen. Want er is een heel lang rechtstuk waar wij supersnel zijn en dan komt het bochtenwerk en daar verliezen wij enorm veel tijd. We zijn inmiddels bij een vliegende ronde aanbeland. En we blokkeren al wat geleid, terwijl Bottas, een Butler bedoel ik, geen Bottas, Butler in sector 1 een 32-3 laat noteren in zijn Toro Rosso. En ik denk dat wij daar wel overheen kunnen. Inmiddels aanland bij start-finish. En Verstappen met een 1.28.8 en wij met een 1.95 op 17e gezet. Dat is best pijnlijk. We zijn inmiddels weer terug bij de garage. Ik zag dat Nico Hulkenberg achter ons zat. Zo even aan boord zijn bij Max. We zijn nu weer bij onszelf aan boord. We zijn doorgewezen naar P8, want Hulkenberg heeft ons gepasseerd. En Gasly, die moet hier even ruimte laten nog van Lance Stroll of Sergio Perez. Het kost mij wel wat tijd hier. En dat kan misschien wat tijd gaan inleveren op ons. We zijn inmiddels aanbeland bij mijn vliegende ronde hier voor ronde nummer 2 in Q1. En we verliezen al een klein beetje in sector 1. Zie je dat bochtige gedeelte waar ik het over had? Daar verliezen wij de tijd, maar dan op de exit en de rechte stukken, daar pakken wij het dan weer terug. Maar wij moeten het niet hebben van de bochten, terwijl de kwalificatie van Q1 nu compleet is. Het eerste deel is nu gefinished. Wat blokkeren, want ik keek naar Ricciardo over start finish heen en we zijn naar P8. Dus we zijn wel door. Het is wat bewolkter gaan worden, zie ik. Nou, Verstappen, Weber en Butler op 1, 2 en 3. Hulkenberg naar 11 is dus door naar Q2. We zijn inmiddels aanland bij de eerste ronde van Q2. En nu moeten wij doorzien te komen naar Q3, wat ons denk ik wel lukt. Alleen, ik vraag me dus af wat Nico Hulkenberg dan doet. Want die lijkt de laatste tijd niet door te komen naar Q3. Terwijl wij dat wel doen. Dus een hele goede vraag hoe dat komt. Weber met een 1.28.8. En ik denk dat wij er boven gaan zitten. Wij rijden denk ik 1.29.5. Gok ik uit mijn hoofd.
1.29.1. Nou, 3/10 is het gat naar Weber en onszelf, terwijl Giovinazzi naar 4 springt. We gaan dus weer voor een tweede run in Q2, dit keer op een nieuwe set soft. Geen gebruikte soft, denk ik, maar ik kan het ook fout hebben. Nog 2 minuten en 40 seconden op de klok. Er zit iemand achter ons. En dan moeten we eigenlijk nu gewoon de plek zien vasthouden of naar BY springen zodat die nog safer zijn. Quick position rundown for you. The current top 5 are Vettel, Weber, Bottas, Leclerc and Kvyat. So just ahead of us in this session at the moment are Bottas, Leclerc and Kvyat. And behind us are Hamilton, Verstappen. Oké, dankjewel Jeff. We zijn inmiddels aanbeland bij de tweede run van Q2. We zitten in het groen, een paar duizenden zie ik. Terwijl de vlag over een paar seconden uithangt. Een seconde of 35. Ik denk toch wel dat we gewoon door zijn naar Q3. We zijn over de startfinish heen gekomen, zie ik. En we zijn door. Op de vijfde plek dus. Oké. Ja, daar staan we dus nu op dit moment. Ik kan er niks aan doen. Op 17e. En Hülkenberg redt het weer niet. Die redt het gewoon weer niet. Bijna een seconde op ons. Ongelooflijk. We zijn dus aanbeland bij Q3. De laatste deel van de kwalificatie. De allesbepalende kwalificatiedeel. Want hier wil ik toch wel een goede startpositie hebben. Want op deze baan is inhalen bijna onmogelijk. Vooral bij deze technische gedeelte, een belangrijk stukken, daar razen we iedereen voorbij. Maar het bochtige gedeelte, daar verliezen we heel veel tijd. En als dit P5 in de race starten, dan zou het ontzettend moeilijk kunnen worden. En dan ben ik bang dat we geen overwinning kunnen halen. Verstappen met een 1.28.8. Onszelf met een 1.28.9. En Vettel schiet onderdoor met een 1.28. Weet ik niet wat het was. Hamilton op dit moment na P1, de Brit duikt in één keer als een duiveltje uit een doosje, zo zeggen ze dat dus, want ik had hem daar niet verwacht. P5, en ik denk dat we daar blijven, en als dat zo is, dan wordt dit een lastige wedstrijd. We zijn met de overstrijd finish heen gekomen, wel wat in het groen. Ja, dit gedeelte nemen we dus nu wel goed. Dat eerste gedeelte. Hopelijk dit nu ook. Ja, we zitten wel wat in het groen, maar ik moet daar even liften. Ja, dit gedeelte haat ik zo ontzettend hier. En we zitten al gelijk in het rood. En we verliezen meer en meer tijd, zie ik. Rood in sector 1, 4/10 boven de tijd van Lewis Hamilton. Wat niet goed is. Dus over de startfinish heen gekomen met nog een minuut te gaan. En ik heb besloten om nog een ronde eraan te plakken. Maar ik zit al gelijk in het rood. Nee, ik dacht nu weer in het groen. Maar helaas weer in het rood. En ik weet niet of dit verstandig was. Of er moet een wonder gaan gebeuren. Zitten dan een paar tienden weer in het groen. Nou, misschien gaat er wel een wonder gebeuren. We komen over de startfinish heen. Laat maar. P5 zoals gewoonlijk hier in Suzuka, dat is ons niet zo'n leuk getal. Op 2/10. Op 2/10. En de top 7 zit gewoon binnen een seconde. Ongelooflijk. De resultaat van de rivaliteit. Nou, we winnen tot van Nico Hülkenberg. We winnen tot van Lucas Weber. Allemaal leuk en aardig. De upgrade punten voor de auto. Want het seizoen is er eigenlijk alweer bijna op. Nog een paar ronden te gaan als ik dat goed zeg. Nog 4 ronden. En dan zit de seizoen 2 er ook alweer op. Dan gaan we verder in seizoen 3. De overall punten 466. Komt goed van pas. Reputatie is gewoon gelijk gebleven bij alle teams. Veteran en sportsmanship. Well done.
very solid result. You're looking good. Oh, Emma is toch blij voor ons, had ik niet verwacht. Bewolkt dus, er kan van alles gaan gebeuren hier. Dus laten we kijken wat het gaat worden met de grote prijs van Japan. We zijn er klaar voor. And a very warm welcome to the Japanese Grand Prix. An event that has decided a driver's championship 11 times over the years and has hosted some very memorable races as well. Who can forget Kimi Raikkonen's win from 17th on the grid in 2005 or Kamui Kobayashi's incredible drive to a podium in 2012. A lap of this historic racetrack covers 3.6 miles and it's the only time during the season that we race on a figure of eight racetrack. The drivers can expect some intense G-forces through the 18 corners on offer here as they experience some of the highest average apex speeds on the Formula One calendar. And keep an eye out for overtakes going into the final chicane. Anthony Davidson, a very warm welcome to you as you join me in the commentary box for today's event. Let's talk about the Professor. What a season they've had. A well-deserved championship victory and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. Now the grid for the grote race van Japan. Met Lewis Hamilton op pole position en daarachter Charles Leclerc. 80.000ste hadden die het niet. Vettel naar 3 en onszelf naar plek 4. Perez 5, Giovinazzi 6, Bottas 7, Grosjean 8, Kwiat 9 en Russell voor Toro Rosso op de 10e plek. Verstappen met een penalty op plek 11, Butler 12, Sainz 13, Weber met een penalty op plek 14, Magnussen 15, Gasly 16, Stroll 17, Raikkonen 18, Hulkenberg op een penalty op plek 19 en Ricciardo op een penalty op de laatste plek. Dat was dus de grid. Okay, we zijn dus aanmeld bij de grid. So relax. Nou, hij zegt dus, we hebben eigenlijk het kampioenschap al gewonnen. Dus relax en geniet van deze grote prijs. Dat gaan we zeker doen, want ik wil een gooi doen naar het podium. Niet de overwinning, want ik weet dat het niet gaat worden. Want we zijn niet snel in de bochten. En als we gewoon het podium halen, ben ik super blij. Dat ging nog even aangepast. Soft, medium. En de fuel. Net wat extra fuel meegenomen in de auto. Maar dat pas ik even aan. Zodat we hard kunnen pushen. 29 ronden vind ik zat. En dan gaan we gewoon beginnen met de roadtrip van Japan. Career aflevering 39. We starten vanaf plek 4. En we zijn onderweg. En het is een oké start. Maar Charles Leclerc en Vettel gaan nog gelijk verdedigen ten opzichte van mijzelf. Dan hem hier wat laat inremmen bij Vettel. Maar ik kan nergens naartoe. Want de Ferraris blokkeren mijn pad. En ik moest daar even op de rem, anders had ik Sebastian Vettel geraakt. Hamilton is inmiddels weggereden van de beide Ferraris. Omdat die nu in sector 1 hard met elkaar aan het knokken zijn in het bochtgedeelte. En daardoor heeft Hamilton een gaatje geslagen. Perez naar 5. Die heeft een topstart gehad. En onszelf nog steeds naar plek 4. Verstappen naar 6. Verstappen naar 6. Lees ik dat goed? Dat weet ik dus niet zeker. Terwijl we al wat verliezen ten opzichte van de Ferraris. En hier was ik dus al bang voor. Dat wij niet voor de overwinning mee zouden kunnen strijden. Want onze auto is niet goed in het bochtenwerk. Terwijl we wel erg naar Charles Leclerc toe rijden. En misschien hier ook een aanval wagen. Maar nee. Dan hier naar de buitenkant kijken. Dat lukt ook niet. Want de Ferrari heeft betere tractie. Dan moeten we hier eerst gaan besparen. Dit is inmiddels ronde nummer 4. En Vettel heeft de leiding veroverd terwijl Charles Leclerc blokkeert en wij blokkeren ook onze wielen daardoor. Vettel heeft de leiding veroverd van Lewis Hamilton en wij gaan nu hier een aanval opdoen naar Charles Leclerc voor het podium. In zijn slipstream alles openzetten, Charles Leclerc verdedigt de binnenkant. Wij gaan er makkelijk buiten omheen terwijl iemand daar een stuk voorvleugel kwijt is. Iemand is daar een stuk voorvleugel kwijt, ik weet niet wie. Alles van de auto ziet er nog oké uit. En hier gaat Charles Leclerc tijd verliezen. Ten opzichte van de leiders. Want wij gaan hier eerst besparen. Dat we dadelijk een aanval van Charles Leclerc kunnen pareren. En daardoor verliest de Charles Leclerc nu tijd op de leiders. Terwijl we een persoonlijke beste snelste tijd laten noteren in sector 1. Opmerkelijk, want ik bespaar eerst. En ik zie Hamilton en Vettel al rijden. Maar die rijden van ons weg. En het interesseert mij nu even niet voor die overwinning. Ik wil eigenlijk nu alleen maar
op het podium eindigen, want vanaf plek 5 na de overwinning, dat gaat hem dus niet worden. Tenzij we een baan hebben die extreem snel is op de lange rechtstukken, die veel lange rechtstukken heeft. Terwijl we wat op het gras schieten, ik verloor de controle wat, en Charles Leclerc zit er in één keer dichtop en hij gaat naar de buitenkant toe. Dan moet ik hem hier laten gaan, want ik kan hem hier ook niet gelijk terugpakken. En dan is het afwachten voor een volgende aanval, maar dit keer nu van ons. Ronde nummer 8. Giovinazzi heeft volgens mij een probleem gehad, want hij rijdt stijf achteraan. Het kan zijn dat hij dan die voorvleugel heeft beschadigd of er misschien eraf is geduwd door een AI-auto in bocht nummer 1. Want dan zie je wel vaak hier in Japan dat de AI's je gewone vanaf duwen. Dus ik denk dat dat met Giovinazzi is gebeurd. We zijn inmiddels bij ronde nummer 9. En Charles Leclerc verdedigt ruig zijn positie. We raken elkaar. Maar plek 3 is dus weer van ons. Het is groen. Er is iemand eraf gegaan, zie ik. Een Mercedes auto. Dat is Valtteri Bottas. Die was dus in bocht 1 eraf geschoten. Denk ik dankzij Max Verstappen. Want die zaten denk ik met elkaar aan het knokken. Dus sloeg Bottas eraf. Charles Leclerc kan hier nergens naartoe. Groen in sector 1. Inmiddels op het tweede langrechte stuk van Japan. Charles Leclerc niet naar de buitenkant, want wij blokkeerden hem daar. Dan wil hij hier naar de binnenkant. Lukt wel, want hij duwt ons daar wat naar buiten. Maar dan snijden wij hard naar binnen en dan moet Charles Leclerc gewoon op de rem. Ik moet wel eerst gaan besparen, zie ik. Terwijl ik nu even aan het knokken ben met de auto om de auto onder controle te krijgen. 17e verschil met Charles Leclerc, 7.4 naar Lewis Hamilton. Die rijden we niet meer dicht met nog 17 ronden te gaan. We gaan gewoon focussen op Charles Leclerc terwijl we een moment oversteer hadden en spinnen. En we gelijk naar binnen duiken. We duiken gelijk naar binnen. Vettel naar de mediums. En is een ronde later dan Charles Leclerc en Max Verstappen naar binnen geweest. Dus hopelijk dat mijn team een goede stop uitvoert, 2.2. Maar ik ben bang dat we achter Charles Leclerc en Max Verstappen eindigen. En dat die de undercut hebben voltooid op ons. We komen. Waar komen we terecht? Achter Charles Leclerc en Max Verstappen. Dus de overcut heeft niet gewerkt. En dus moeten we in plaats van één positie goed zien te maken op een AI, twee posities goed zien te maken op een AI. We zijn inmiddels aan bij ronde nummer 12 en hier zitten we al gelijk dicht op onze landgenoot. We duwen Max wat naar buiten toe. Dan geeft hij zich daar gewonnen. We snijden er ook hard naar binnen om te zeggen, Max, deze bocht is van mij. De volgende is weer Charles Leclerc, die we dus weer moeten zien te passeren. En die zich daar al op kan maken in 130R. Charles Leclerc aan de binnenkant. En die zet hem er eenvoudig voorbij van Kimi Räikkönen. Die moeten we dus nu zien te passeren. Hier zijn we dan bij Kimi Räikkönen, terwijl Charles Leclerc ook Nico Hülkenberg heeft gepasseerd. En nu moeten wij in plaats van één auto, twee auto's zien te passeren voordat we bij Charles Leclerc een aanval kunnen gaan doen. En Räikkönen helpt ons niet. Hij rijdt hier wat langzaam, rijdt op versleten mediums en moet naar binnen. Dan wil ik hem hier eigenlijk daar een aanval zetten, maar ik wou zeggen dat kan niet. Dat lukt niet. Kimi Räikkönen gaf daar ons, leek het wat, een breektest. Dan wil ik hem hier aan de buitenkant zetten, maar Kimi, die heeft hier meer tractie. Aan de binnenkant blokkeren. En P6 is van ons met veel geweld. Maar het heeft mij heel veel tijd gekost. Wat niet fijn is. De volgende heet teammaatje Nico Hülkenberg. Die denk ik ook zo meteen naar binnen moet. Want die rijdt op mediums en gaat daarna denk ik naar de soft. En hopelijk kunnen we hier al passeren in 130R. Hülkenberg gaat die plek niet verdedigen. Heel mooi. En we zijn er zonder moeite gepasseerd. De volgende heet Charles Leclerc. En dit gaat om een podium, want de rest is dus naar binnen. En met de rest bedoel ik George Russell of Lucas Weber. Ik denk Lucas Weber. Inmiddels naar plek 4. Want de Williams crew was een vorige ronde naar binnen. Of de vorige clip naar binnen eigenlijk.
Charles Leclerc dus. Dat heet, ja, een aanrolwagen, een aantal plaatsen, hard zijn. Want de monegast is ook niet altijd ver tegen ons. Waar ik hard zeg, alleen dat klopt niet. We knokken ons kapot. Oftewel, ik wil zo dicht mogelijk op Charles Leclerc zitten. Terwijl we de snelste race konden zetten met een 1.31.1. En daar zitten we al op de gearbox van Charles Leclerc. Charles Leclerc verdedigt die plek. En dat is niet slim. Want daardoor duiken wij in een gat dat er ook was. En daardoor hebben wij een ruwe aanval geplaatst. Die is ook, geslaagd. Ik versprak me daar eventjes. Dat was niet slim van Charles Leclerc. Niet slim van Charles Leclerc. En nu moeten wij dus in de verdediging modus. Want Charles Leclerc komt terug hoor. Die komt terug. Het is in één keer bewolkt gaan worden. Ik hoop niet dat er regen komt. En Charles Leclerc kijkt op een plek die er niet is. Die plek was er niet. Want wij gooiden daar de deur. En Charles Leclerc moet naar binnen voor een nieuwe neus. Wij gaan dus doorrijden. Maar dit kost ons belangrijke seconden. Want Verstappen kan gewoon nu zo naar ons toe rijden. Omdat wij een paar, minstens een seconde verlies op het bochtige gedeelte. En wat zei ik je, Verstappen is naar ons toe gereden. En dan probeert Verstappen het hier ook. Maar die weet nu wel wat hij moet doen. Want die doet het daar slim. Die houdt zich in. Terwijl wij hem daar even wijd duwen. Dat mag gewoon. We krijgen wel een waarschuwing voor. Maar dat geeft niks. Geen penalty. Verstappen was daar slim bezig. Die hield zich daarin. En dan probeert Verstappen hier weer op hetzelfde punt. En dan zit hij nu aan de buitenkant. Kijk of dat een wordt Max. Dat wordt hem niet, want hij remt. En dan pakken wij de plek dus weer terug. Met nog 300 te gaan in de wedstrijd. Kon Verstappen zelfs terugschakelen. Maar wat Verstappen daar deed, een ronde eerder, of een paar ronden eerder, was slimmer dan Charles Leclerc. Want Charles Leclerc liet hem staan. En Verstappen dacht, ik red het niet. Ik probeer het een paar meters later. Want Verstappen probeert het een paar meters later. En zit hier aan de buitenkant, dan remmen wij hem hier weer wat in. Beschadigen we onze voorvleugel nu echt enorm. Gewoon een wing and plate van onze voorvleugel is gewoon compleet weg, denk ik. Terwijl ook in één keer Bottas en Weber naar ons toe zijn gereden. Terwijl Verstappen daar wijd duwen. Nou, Verstappen die gaf zich daar niet gewonnen. Sorry, het is een Torosso. Ik weet niet wie het is. Ik denk Devin Butler. Ronde nummer 26. En Verstappen probeert het hier dus weer opnieuw. Dit keer niet aan de buitenkant, niet aan de binnenkant. Verrassing, verrassing. Het was niet Devin Butler, maar George Russell die het probeerde. En ik hoor hem zelfs terugschakelen. Ik hoor Verstappen terugschakelen. Terwijl Vettel de laatste ronde al is ingegaan. Die gaat hier ook zijn allereerste overwinning behalen in seizoen 2. En wij moeten nu een podium zien af te verdedigen van Vettel, Russell, sorry, van Verstappen, Russell en Lucas Weber. Vettel gaat namelijk de wedstrijd winnen. En daar zit Russell aan de binnenkant bij Max Verstappen. En die is nu naar 4 gegaan. Russell naar 4. Nou, Verstappen en Russell spelen pingpong met elkaar. Ik zie het steeds om en om gaan. Linksboven in de hoek. Voor Vettel was er geen vuiltje aan de lucht. Dat weet ik nu al. Terwijl Russell en Verstappen nog steeds naast elkaar zitten. Daar, Verstappen probeerde het. Is niet gelukt. Vettel wint de wedstrijd. Hamilton finish als tweede. Wij moeten nog alleen even deze laatste bochten gedeelte zien te overleven. En dan hebben wij een prima podiumplek veroverd in Japan. Ja, een prima wedstrijd. Helaas een botsing met Charles Leclerc. Maar dit beloont dus weer het uitstekende werk van Alfa Romeo. Ferrari have really pulled it out of the bag today. It's a great win. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today, speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Ferrari are at it again, an excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there.
some amazing talent out on the track. Nou, de uitslag. Vettel wint de wedstrijd. Hamilton naar 2, Hamilton naar 3. Lucas Weber krijgt driver of the day. Verdient van plek 14 naar plek 5. Top. Charles Leclerc pakt de snelste race onder punt. En Ferrari komt dichterbij in de constructeurs. 15 punten verschil. En het wordt dus nog close in de laatste wedstrijd voor de constructeurs. En ja, 150 punten verschil. We zijn al lang kampioen, maar dat wist je dan in Rusland. En ja, een podium. Ik ben er blij mee. Vertrokken van plek 4 naar plek 3. Hulkenberg naar 19. Was 19, blijft 19. Heel pijnlijk om te zien. Geen penalty voor de collision met Charles Leclerc. We zijn inmiddels aanbeland bij Claire. We all underestimated you, didn't we? Dat is een beetje pijnlijk om te horen. Maar ja, het team is gewoon Lucas fantastisch. The pack in that race. What's his ja, als je een goed team hebt, dan kan alles. Ja, ik was lucky. Ik had een engeltje op mijn schouders. Ik denk, oh shit, een wiel hangen kapot. Geen punten, maar alsnog een podium. Nou, dankjewel Claire. We zien je in Mexico. Nou, de resultaat van de rivaliteit breakdown. We winnen ten opzichte van Nico Hülkenberg. We winnen ten opzichte van Lucas Weber. De retouchpunten, altijd leuk na een evenement. Het zijn er zoals gewoonlijk superveel. We doen gewoon ons best en meer dan ons best kunnen we niet doen op dit moment. 353 sessie. Zoveel in totaal heb ik niet gezien wat het was. Veteran Sportsmanship. Great work this week. Allemaal leuk en aardig. Emma heeft nog wat te zeggen. En dankjewel Emma. Dit was het voor jullie mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. En ben je nieuw op dit kanaal en vond je deze video leuk? Ja, beloon het dan ook zeker met een abonnee. Dus ram gewoon op de abonneerknop als je nieuw bent op dit kanaal voor wekelijkse F1 2019 Career Mode video's. Schakel ook gelijk een belletje op aan zodat je geen enkele video van me mist. Volg me even op Instagram, links in de beschrijving. Dan zou ik zeggen een fijne dag verder en tot ziens. Tot de volgende keer bij F1 2019 Career Mode. We gaan verder in Mexico.